Driek, dat is een jonge boer. Altijd maar hard werken op een boerderij, dat wel. Maar geld moet geven, die. Daar heb ik toen niet geleerd. De waarder die zei van hem, dat hij een gierige pin was. Dat was misschien wat veel gezegd, maar toch. Hij kost toch geen frank missen. En door mij was Driek een hele tijd jonkman gebleven. Maar allez, om een keer was hij dan toch van de straat geraakt. En Driek was, zou Charles hier zeggen, na de bruiloft zelfs voor de eerste keer in onze leven op reis geweest. Op trouwreis. De zondag erop zitten Driek en Charles s'vormiddags om de doeg in een klein comedie. En, zit Charles, zeg dus, hoe was het? Kees is toch op reis geweest, hè? Boeien, hè? Naar Parijs. Allee, naar Parijs, ferm zeker? Jood. Het schiet dat toch heel schoon is dat er veel te zien is. Dat klopt. Je hebt het veel gezien, de Eiffeltoren bijvoorbeeld, hadden die je gezien? Jazeker. En zien erop geweest? Gezien wel, maar erop geweest niet. En s'avonds, dat was s'avonds, toen ga ik wat te doen zeker. Goeie cafés naar het kind en baars en zo. Maar ja, goeie cafés, niet te klagen. En zeg, wat vond een vrouw ervan? Mijn vrouw? Die was er niet bij. Wat lief? Die is niet mee geweest naar Parijs. Nee, die was er wel geweest.